Beschrijf jij je als een risicomijdende vastgoedbelegger? Pieter, ik denk het eigenlijk niet zo. Oh. Ik ben wel bewust van risico's. Niemand kan namelijk leven zonder risico's. He, dus ook in het vastgoed moet je daar wel goed naar kijken. Je moet weten de risico's die je loopt, inzichtelijk maken. En het is heel verstandig om daar ook van tevoren al een beetje over na te denken hoe je daarmee omgaat. Dat kan later veel problemen ook wel voorkomen. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat we ontzettend veel van Stijn gaan leren bij ons in de vastgoedstudio. Vandaag gaan we het namelijk hebben over de risico's en hoe je risico's kunt vermijden bij het investeren in vastgoed. En van Stijn krijgen we al zijn tips. Ja, en die tips die gaan echt heel ver terug, want Stijn is al begonnen in 1996 met het investeren in vastgoed. En waarom die begonnen is, dat komen we te weten. Dit en meer in de Great Life Stories podcast. Oh ja, en voordat je verder kijkt, vergeet je niet te abonneren en deze video te liken. Op het moment dat je dat doet, ontvang je meer van deze content, wordt de community groter en kunnen ook andere mensen leren van de waardevolle kennis die we met jou delen. We gaan beginnen. Welkom Stijn hier aan de vastgoedtafel in de Great Life Story podcast. Hoe voel je? Prima. Ja, je zit live hier, camera's op je gericht. Is dat wie je bent? Is dat de mens achter jou? Het maakt me niet veel uit. Je bent wie je bent. Voor of achter de camera. Dat maakt niet veel uit, denk ik. Hey, maar om gelijk maar boter bij de vis te doen. Hoe vermijd je nu risico's in het vastgoed? Daar zijn we heel benieuwd naar. Ja, kijk, risico's vermijden, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Maar je kunt er rekening mee houden en je moet er zeker op anticiperen. Mm. Ja, er kunnen veel zaken ook misgaan natuurlijk, waarvan je achteraf zou denken van nou, had ik daar maar goed over nagedacht, dan was het helemaal niet misgegaan. Mm. Of als het misgaat, nou, dan had ik daar niet zo heel veel problemen mee gehad. Dus niet misgegaan? Ben je succesvol in vastgoed dan? Ja, ik denk het wel. Je hoeft niet zo bescheiden te zijn. Ja, nou, ik denk het wel. Wanneer ben je succesvol in vastgoed? Ik denk als je het goed doet voor iedereen. Hè? Dus dit is ook voor de huurders moet je een propositie hebben die goed is. Hè? Dus een woning in de meeste gevallen waarvan je zegt, nou, die is gewoon een goede staat. Mm-hmm. Daar bied je ook waarde mee. Hè? Een goede locatie. Het plat moet een goede staat van onderhoud zijn. Als er problemen zijn, moet je die ook snel en soepel oplossen. Mm. Maar beter is om te voorkomen dat er problemen zijn. Hè, dus een van, om een voorbeeld te noemen, het is ook goed om te zorgen dat een cv-installatie in orde is. Mm. Hè, als daar in de winter verwarmd moet worden, als je tijd zonder cv zit, is erg vervelend. Ja. Maar ook als daar bijvoorbeeld warmwatervoorziening aan vast zit, ja, koud douchen is ook niet prettig. Hè? Frank die vraagt, wanneer ben je succesvol? Jij zit nu met douches en onderhoud. Ja. Maar wat is nou succes voor jou in het vastgoed? Nou, succes is dat je uiteindelijk huurders hebt die tevreden zijn. En dus ook lang blijven. Ook goed voor jou zijn als er eens een keer iets is, dat ze ook jou bellen. Hè, dat er toch iets is van een vertrouwensrelatie. En dat dat ook de huurder ervan op aan kan. Ja. Dat jij het probleem ook snel en soepel oplost. Nou, okay. Vastgoed staat in de wereld vaak bekend als ego's en geld. En snel rijk. Ja, snel. Ja, dat is succes. Jij ziet dat toch heel anders in? Ik zit er echt heel anders in. Hè, een huurder is een klant op de eerste plaats. En een klant betaalt in wezen jouw salaris, hè, of jouw beloning. Hè, en als jij daar goed voor bent, dan zal die ook goed voor jou zijn. Ja. Dus en dat heeft denk ik helemaal niks te maken met snelle jongens of snelle auto's of wat dan ook. Sterker nog, ik ken collega's van mij in het vastgoed die rijden met een oude auto van 17 jaar oud rond. Okay. Hè, en ja, die vinden dat ook goed. Ja. Hè? En de wereld van snelle geld is niet per definitie de wereld altijd zoals je het ook in het vastgoed tegenkomt. Zou je tegen mensen kunnen zeggen van je kunt sociaal in vastgoed ondernemen? Ja, nou ja, goed, dat moet natuurlijk altijd wel een zekere basis zijn, ook in financieel opzicht, dat je een pand goed kunt bezitten, goed kunt onderhouden. Mm. Hè, en daar zijn er kosten mee gemoeid natuurlijk. Hè. Dus het heeft toch een bepaalde, laten we zeggen, ondergrens om te kunnen bieden wat ook kwaliteit is, ook voor zo'n huurder ook op termijn. Mm. Hè, het pand moet ook onderhouden worden, hè, om het in goede staat te houden. Dus daar zou je ook voor moeten reserveren natuurlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Maar waar kom je vandaan in Nederland? Ik woon ergens in een heel klein plaatsje in de Betuwe. En hoe heet dat hele kleine plaatje? Ja, dat plaatje heet Rumpt. Ah, natuurlijk. Rumpt. Met Rumpt. EMPT. Ja, dat klopt. Het ligt aan de Lingen, ligt het, hè?
Kellingen is de langste Nederlandse rivier. Dat weten niet veel mensen. Maar... En daar heb je altijd gewoond? Van jongens af aan? Nee, de laatste 8 of 9 jaar. Oké. En daarvoor? Daarvoor woonde ik in Maleisië. Zo. En daarvoor woonde ik ook in de Betuwe, een ander plaatsje. Oké. Dus en ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. En oorspronkelijk uit Zeeland. Oké. Naar de Betuwe, naar Maleisië en weer terug. Wat terug. Wat brengt jou in Maleisië? Los van het vliegtuig, maar even... Dus ik werkte ook op dat moment voor een bedrijf waar we een internationale opdracht gekregen hebben. Mm. En ja, ik was verantwoordelijk voor de opzet van een heel team in Maleisië, dat ook vanuit Maleisië zou gaan opereren wereldwijd. Okay. En dan ben je een tijdje expat en dan woon je een tijd in een ander land. Hoe was dat voor jou? Heeft dat jou iets gebracht, wat je mee teruggenomen hebt naar Nederland? Ja, ook het gezin ging mee. Hè? En dus toen we op de laatste vlucht, na afloop van het assignment, weer terug naar Nederland vlogen, vroeg ik aan mijn dochters, wat is er anders voor jullie? En een van mijn dochters zei van, papa, de wereld is ineens veel groter geworden, maar ook veel dichterbij. Mm. Want tussen Nederland en Maleisië is 12,5 uur vliegen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus als er geen vliegtuig uit de lucht geschoten wordt, zou ik dan maar even denken. Maar goed, dat is normaal gesproken natuurlijk niet het geval. Mm. Maar en dat is ook een besef wat je ook kinderen kunt meegeven. Ja. Van er zijn nog andere delen in de wereld waar je ook gewoon kunt wonen, kunt leven, huizen kunt huren. Hè, want wij moesten toen zelf een huis huren. Ja. En dan sta je ook even aan de andere kant. En dat is ook wel aardig om dat mee te maken, om je ook te kunnen verplaatsen in wat een huurder ook eigenlijk zoekt en wilt en dat soort dingen meer. Je bent een familieman. Ja, gezin is belangrijk. Hmm. Hè? En ook in dat kader, onroerend goed, speelt ik ook een rol om goed voor familie te willen zorgen, ook op termijn. En nu, als we nu kijken naar hoe je nu leeft in de Betuwe, aan het kleine plaatsje Rumpt aan de Lingen. Hoe ziet jouw leven eruit als een vastgoed investeerder, vastgoedbelegger? Doe je er nog iets naast? Heb je hobby's? Ik heb passies. Mijn werk, omdat ik het eigenlijk gewoon heel leuk werk vind. Ik werk ook internationaal. Wat voor werk is dat? Ik werk voor een IT-bedrijf en ik ben daar programmadirecteur. Dus ik leid in principe grote programma's met veel dynamiek met internationale teams. Okay. We reizen niet te veel de laatste 1,5 jaar vanwege COVID natuurlijk. Ja. Ja. Maar mijn teamleden zitten van India tot Mexico. En dat is ook altijd leuk om met mensen te maken te hebben. Dat is sowieso online werken. Ja. Dus op dit moment is heel veel online werk en vanuit huis. Ja, ik woon in een prettig huis, vind ik zelf. Ik heb het ook helemaal gerenoveerd. Het is een oude, verbouwde, gerenoveerde school uit 1862 waar ik in woon. Maar misschien verbaast het heeft de energielabel A+. Oké. Ja, dus er is van alles aan gebeurd om het ook niet alleen energiezuinig te maken, maar ook heel comfortabel om in te wonen. Hoe maak je dat dan? Ja. Vertel eens. Ik heb een technische achtergrond, hè, dus ik had al vrij snel in de gaten dat gasloos wonen, dat een thema zou worden. Hè. En toen wij dit huis konden kopen, vlak voordat het op de veiling zou komen. Maar dit huis? De school? De school, het oude schoolhuis, zeg maar. Het schoolhuis, Oké. Zo noemen wij het in de volksmond, hè. Zo heet dat ook in het dorp, het oude schoolhuis. Hmm. En dan waarschijnlijk met een U-Y, zeg maar. Ja, maar even voor mijn begrip, dat was dan het huis waar de schooldirecteur woonde, of was het... Het is dus eigenlijk een combinatiegebouw waarbij het... er is een grote ruimte waar 2 klaslokalen waren. En daaraan vastgebouwd was het huis voor de schoolmeester, zeg maar. Ja. En meestentijds woonde daar dus eigenlijk een echtpaar in, waarbij dan de man les gaf aan de bovenbouw, of de hoogste klasse, zeg maar. Ja. En dan de vrouw gaf dan de kleuterklas en de kinderen met een wat lagere leeftijd, zeg maar. En dat was echt vastgebouwd aan elkaar. Welk jaar? Ze zijn begonnen met de bouw in 1861 en het is klaargekomen 1862. 1862. Gelders Genootschap heeft er onderzoek naar gedaan. En heel af en toe komen oudere mensen tegen die daar nog op school gezeten hebben. Zeker, gaaf. Is dat ook iets wat in jouw vastgoedwereld leeft? De oude gebouwen, heb je een strategie daarin? Niet bewust, maar ik hou wel van oude gebouwen. Hmm. Hè, en ook. Ik heb zelf natuurlijk ook meegemaakt hoe je van een oud gebouw toch een heel energiezuinig gebouw kunt maken. Mm. Wat ook heel prettig is om te leven. Mm-hmm. En wat ook heel veel sfeer en atmosfeer heeft van het oude. Ja. Hè, dus oude balkenplafonds kun je handhaven. En in mijn eigen huis is ook een gemeentelijk monument. Dus daar zitten een aantal elementen in. Daar mochten we echt van de gemeente ook niet aankomen. Er zit een enorm toogplafond in. Ja. En de voormalige klaslokalen,
Ja, het is daar ruim 5 meter hoog, hè, dus dat is bijna industrieel, hè, zo'n ruimte. Maar er zit een toogplafond in met nog een oud toograam erin. Oude trekstangen zitten daar nog in. Nou, dat zijn ook hele decoratieve elementen die ook heel veel sfeer geven natuurlijk aan zo'n pand. Ja, ja, ja. En zit je vastgoedportefeuille er ook uit? En hoe groot is je vastgoedportefeuille? Ik heb 11 andere panden nog daarbij. 11 andere panden? En ook uit het bouwjaar 18? Nee, niet allemaal. Mijn eigen huis is het oudste pand, maar ik heb ook een pand van 1905, 1910, 1912. Gaaf. Ja, en mooi zeg. En ja, goed, de meeste van zijn of nog in renovatie of gerenoveerd of moeten nog. We zouden het over risico's hebben. En als je het dan toch over oude panden hebt, dan kom je nog wel wat dingen tegen, neem ik aan. Dus hoe ga jij om met risico's in het beleggen in vastgoed? Ja, nou goed, op de eerste plaats heb je natuurlijk het bouwkundige risico aan het pand zelf. Hè. Ik vind dus altijd dat je moet huurders niet blootstellen aan enig technisch risico. Dus ik ben er altijd erg precies op dat elektrische installatie in orde is. Op de eerste plaats, hè, dat je nooit kortsluiting hebt. Nou, dat heeft een aantal gevallen, heb ik gewoon de elektrische installatie compleet vervangen. Nieuwe meterkast erin. Alles volgens de laatste standaarden. Als je dat niet doet, heb je dan andere risico's? Welke risico's heb je dan? Nou goed, kijk, met oudere panden kan oudere bedrading in zitten natuurlijk. Oudere schakelaars, die kan kortsluiting ontstaan en dan kan er ook brand ontstaan. Ja. Dus een brandrisico, je wil niet op je geweten hebben dat er in jouw pand daardoor brand zou ontstaan en dat Precies. daar persoonlijke ongelukken zouden ontstaan. Ik kan me voorstellen dat vastgoedbeleggers dat ook wel eens laten, omdat het veel te duur is om te doen. Ja, dat is vrij kostbaar. Aan materialen voor een nieuwe meterkast heb je al gauw €1000. Ja. En dan moet die nog geïnstalleerd worden. Koperen bedrading is niet duur. Ja. Of niet goedkoop, sorry. Ja, moet je nog laten keuren. En je moet het nog even laten keuren. Precies. Maar dat is een van de onderwerpen die risico vermijdend zijn. Ja. Andere zaken die waar je aan denkt dan op dat vlak? Nou, ook gas kan ook vervelend zijn. Koolmonoxide. Koolmonoxide. Dus je moet op de eerste plaats probeer ik altijd het koken, dat het niet meer op gas is, maar dat het inductie is. En dat dan het enige gasapparaat nog de cv-installatie is. Nou, die moet je natuurlijk jaarlijks gewoon goed laten doormeten en controleren. Dat er ook een gasmeting plaatsvindt. Rookmelders zijn natuurlijk verplicht. Ja. Maar die zaten al lang in mijn panden. En ik heb een paar panden ook wel eens zelfs een blusdeken daar neergelegd en een brandblusser opgehangen. Okay. Dus in dat opzicht, je probeert risico's toch wat te vermijden op de eerste plaats. Maar als er iets gebeurt, dat er dan ook middelen zijn om er snel iets aan te doen. Aan te kunnen doen, ja. Is het een heel verhaal, technisch, saai bijna. Ja, jij vindt dat leuk, maar voor een belegger, een vastgoedbelegger. Is dat leuk, vastgoed? Wat maakt het vastgoed investeren leuk voor jou? Nou, het is leuk om het gewoon goed te doen. Hè? En dat je ook, als je een pand verhuurt, en zeker over langere tijd ook verhuurt, maar überhaupt als je het verhuurt, dat je voor jezelf geen zorgen over dit soort dingen hoeft te hebben. Dan dat je denkt, nou, het is... Maar is het sexy, vastgoed? Ja, goed. Ik, jij bent namelijk een hele goed. Passionele kerel. Ja, maar ik vind het goed om het gewoon goed te doen. Vind ik zelf, daar heb ik een goed gevoel over. Ja. Financieel klopt het plaatje eigenlijk meestal wel. Mm-hmm. Dus het hoeft geen beletsel te zijn. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is ook iets van, je moet niet zorgeloos omgaan met de belangen van een huurder. Ja. Daar moet je ze ook niet aan blootstellen, vind ik. Oké. Maar je wilt toch ook een centje eraan verdienen? Ja, natuurlijk, maar het een sluit het ander niet uit. Precies. Maar hoe vermijd je daar dan risico's? Want ik kan me ook voorstellen dat je, nou, panden die vooral wat ouder zijn, misschien niet altijd even rendabel zijn. Nou, nee, dat valt reuze mee. Ja, je moet bij de aankoop moet je natuurlijk zorgen dat je een bedrag betaalt voor zo'n pand, waarbij je een redelijke renovatie kan doen en dan nog een redelijke huursom kan vragen. Okay. Als je goede renovatie doet, dan kun je ook je energielabel verhogen. Waardoor je ook in ieder geval een pand probeert boven de liberalisatiegrens te krijgen. Okay. Dat is ook een belangrijke doelstelling. En dan helpt het een, helpt het ander. Ja. Je verduurzaamt een pand. Het energieverbruik gaat, wat je nodig hebt om die woning te verwarmen en daarin te leven, gaat omlaag. Ja. Je energielabel gaat omhoog. En ja, er zit ook een meerwaarde in. En meerwaarde is ook wat meer geld investeren, maar ook meerwaarde in het pand later. Ja. Ben je nou iemand die al zijn vastgoed in een cirkeltje om zich heen heeft en op de fiets er langs gaat? Of heb je... Nee? Nee. Vertel. Nee, nou nee? Ja, goed. Ik kom zelf uit Zeeland. Ik heb een pand of 5 in Zeeland. Oké. Maar ook in Rotterdam, Schiedam, Amsterdam en ook zelfs nog tot in Wolvenga, vlakbij Emmeloord aan toe. Echt door heel Nederland?
En, dat is wel een eindfietsen dan. Als je... Dat is het eindfietsen. Het is niet onmogelijk. Nee. Het is goed voor de conditie, goed voor iedereen. Precies. Maar vanuit de rust waar ik dan woon, is het, zit ik net zo'n beetje in het midden van de straal is wat groter, zeg maar. Twee uur rijden, dat is ongeveer wat ik daarbinnen nog wel wat wil doen. Is dat op een bepaalde manier dan gebeurd dat je zo ver buiten je eigen cirkel komt? Zoek je die panden in Zeeland? Heb je een strategie daarin? Dat je zegt van, goh, Zeeland lijkt me fantastisch. Dan wil ik bijvoorbeeld een huis hebben waar ik altijd ben met nog wat beleggingspanden omheen. Wat voor ideeën heb je daarover? Ik kom zelf uit Zeeland. Hè. Zie je, ik ben daar opgegroeid. Ja? Waar precies in Zeeland? Ik kom uit Goes, dus ik heb ook nog een winkelpand in Goes. Dat heb ik historisch vanuit de familie ooit overgenomen. Het pand heb ik al heel lang. Okay. Daar hebben nog mijn opa heeft dat ooit nog gebouwd en verbouwd en gerenoveerd. Was dat je eerste pand? Dat was mijn eerste pand inderdaad in 1996. Oké. En zo ben ik daar ingerold. En na 10 jaar was dat pand compleet hypotheekvrij. Toen dacht ik nog anders over onroerend goed. Mm. Maar je merkt eigenlijk wel dat het heel plezierig is om te hebben. Het geeft toch extra body en extra basis. Het maakt het financieel prettiger. Ja. En dan zo kom je in Zeeland. Hoe kom je dan weer in Wolvenga terecht? Ja, dat was, laten we zeggen, opportunity driven. Ja? Dat was daar via een collega in de vastgoedwereld vanuit een netwerk, was daar een tip. Daar zijn we op afgegaan en we hebben het eigenlijk binnen een dag of binnen 2 dagen compleet beklonken van begin tot eind. Hoe werkt dat, zo'n tip? Hoe krijg je nou zo'n tip? Dat is toch, ik denk in het vastgoed is denk ik een van de belangrijkste assets die je kunt hebben, is een goed netwerk. Ja. En dit was dus ook iemand uit het vastgoednetwerk. Hmm. En die... Die wilde het zelf niet kopen? Die wilde het zelf niet kopen. Die krijgt een vindersfee daarvoor. Ah. Hmm. Nou, ik vond dat een hele goede deal. Ook met de vindersfee daarbij. Ja. Het heeft mij relatief weinig tijd zelf gekost. Het was goed voorbereid. Het pand lag eigenlijk klaar om gekocht transactie te komen. Ja. Dus voordat ik daar de eerste keer kwam, ben ik een uurtje van tevoren daar langs gegaan. Ik heb eens rondgelopen in Wolvenga. Ik kende dat niet zo goed. Ik heb gekeken naar wat is daar nog meer. Wat wordt daar aangeboden? Het was een woonwinkelpand. Hè? Dus ik denk van wie zijn de huurders? Ja. Hè? Wat voor bedrijf zit nou in een winkelgebied? Ja. Hè? Ja. Nou, daar zat een kapper in. En toen bedacht ik van een kapper die gaat nooit via het internet. He, dus dat is niet internetgevoelig. Hè. Je ziet, de detailhandel is natuurlijk op dit moment best wel redelijk wat leegstand. Ja. Ga je dat risico lopen? Je praat over risicobeheer. Hè, zeker als je een bestaand huurcontract overneemt. Wat is de kans dat er leegstand gaat ontstaan? Hè. Ja. Dus dat vooral in detail is weer over nadenken van tevoren. Mm. En toen was mijn gedachte van een kapper. Ja, dat kun je niet via het internet doen. Dus daar hoef ik niet zo heel bang voor te zijn. Maar daar let je op. Dus stel dat in die winkel nu geen kapper zat, maar een blokker of een Vibra of een... Bij een blokker zou ik denken dat is een grote keten. Mm-hmm. Dus dat is van de ene kant prettig. Hè? Die zijn financieel goed georganiseerd, professioneel. Ja. In het verleden heb ik er ook wel eens mee te maken gehad met een grote keten als huurder. Aan de andere kant de loyaliteit van een kleine huurder... Is vaak een betrokkenheid is wat groter. Hmm. Hè, dus mijn winkel in Goes zit iemand in die heeft een zaak in ijsjes. Nou, hij doet het geweldig in het voorjaar en in de zomer en in het najaar. En voor de winterperiode heeft hij allerlei delicatessen erbij gezocht. Dus dat hij ook het winterseizoen kan overbruggen. Ja. Is dat een risico, leegstand in detailhandel? Ja, ja. Hoe kun je dan om dat risico heen gaan? En je zegt al een paar dingen daarover. Een goede zaak. Een zaak die internet onafhankelijk is. Ja. Zijn er nog andere zaken die het risico verkleint? Locatie is heel belangrijk. Locatie? Hè, dat ene pand van mij in Goes, dat heb ik sinds 1996. Ik denk dat ik over die periode 1 maand leegstand gehad heb. Zo, En dat is de L van locatie. Hè? Mm. Dat pand heeft een populaire grootte. Het is niet al te groot, maar ook niet al te klein. Het ligt daar vlak aan de grote markt in Goes. En aan het is niet een A-locatie, maar toch zeker misschien A2 of B1-locatie. Hè? Wat dan een bepaalde kwalificatie geeft. Het ligt in de aanloop naar de haven, de stadshaven. Okay. En het is een behapbaar pand. Ja. Prijs, risico's over prijzen. Want nu zeg je al, het is misschien een A-locatie. Is goedkoop vaak ook duurkoop in het vastgoed veel? Ik denk op dit moment, als je in de detailhandelspanden zit, dat de locatie heel belangrijk is. Er is redelijk wat leegstand. Hè? En COVID heeft niet geholpen om dat te doen. Je ziet ook dat de gemeentes
nadenken over het inkrimpen van winkelgebieden. Geeft het een kans? Ja. En ja, goed, dat zijn natuurlijk... Of is het een risico? Het is een kans en een risico. Ja. Hè, want kijk, er is aan de andere kant een enorme krapte natuurlijk op de woningmarkt. Ja. Hè, dus je ziet ook dat winkelpanden, als afhankelijk van de locatie, ook getransformeerd kunnen worden vaak in woningen. Hmm. Hè, en op de woningmarkt is natuurlijk een vraag die enorm is. Ja. Op dit moment eigenlijk waar je ook bent in Nederland. Ja. He, dus dat is dan een kans en een manier om met risico om te gaan. In de zin van transformeren? Of? Van transformeren en dan kun je daar soms kun je daar een woning van maken. Als je nu een pand moet aankopen, een winkelpand, he, dan moet je het in je achterhoofd houden. Is dat winkelpand eventueel geschikt om later ook als getransformeerd te worden? Als je het niet meer als winkel wil... Plan B. Dat is een plan B. En daar praten we in het begin al over risicomanagement, over risicobeheersing. Dit is een vorm van risicobeheersing. Ja, precies. En, ja. En hoe je daarnaar kijkt. Hè? Dus je moet dat in je achterhoofd houden. En dat je altijd heb je daar een voorbeeld van? Van een pand waarvan je zegt van, goh ja, kijk, dat heeft plan A en dat heeft plan B. Zo koop ik het aan. Zo kijk ik ernaar. Ja, nou, het pand in Wolvenga. Dus natuurlijk. Het plan A is we gaan gewoon lekker door met de kapper. Ja. Hè? En ja, voor een kapperszaak is dat wel belangrijk. Ook de locatie waarop je gevestigd is. Hè? Dus dat traffic, dat mensen daar makkelijk naartoe kunnen gaan. Maar dan staat het midden in een winkelgebied, het staat wat goed is. Ja. Wat is dan plan B? Ja, nou, plan B is, het ligt ook aan een plein. Hè? Een soort horecaplein. Ah. Hè, dus het zou ook als horeca, een kleinere horeca-locatie met een terras voor de deur, is ook een hele goede mogelijkheid. Ja, misschien nog wel plan C. Ja, en plan C is, het ligt net een beetje buiten de hoofdwinkelstraat van Wolvenga. Je zou er wel weer een woning van kunnen maken. En met dit pand kan dat, want daglichttoetreding in de pijpenla is altijd een probleem. Je moet in slaapkamers, er zijn natuurlijk toch een aantal wettelijke regelingen waar je aan moet houden. En, dit pand zit net een beetje als een soort hoekpand. Dus je kunt aan de zijkant, hè, moet je wel toestemming aan de buurman vragen, maar die heeft een blinde muur. Ja. Dat zal niet zo heel erg zijn. Je hebt de mogelijkheid om meerdere vensters daarin aan te brengen en daglichttoetreding te realiseren. Je hebt het over wettelijke regelingen. Ja. Dat kan ook heel veel risico's geven. Wat mag er wel, wat mag er niet? Ga jij eerst, voordat je een pand aankoopt, dat allemaal na? Nou nee, kijk, het is van belang. Het bestemmingsplan is met name van belang. Hmm. Dus kijk, bouwbesluit, dat is voor heel Nederland hetzelfde. Ja. Dus daar kun je ook niks aan doen, daar moet je mee omgaan. Dus maar je bekijkt het bestemmingsplan van de gemeente? Je kijkt met name naar het bestemmingsplan. Dat? Hoe doe je dat? Ga je naar een website? www.ruimtelijkeplannen.nl. Echt waar? En dan tik je gewoon de plaats in? Ja, en dan kun je het zo vinden. Het adres? Het adres of de straat. Of ja, het liefst het adres natuurlijk. Hmm. En dan kijk je van, nou ja, goed, is dit een winkelpand? Wat is de bestemming? Is die gemengd? Hè? Dus winkel en wonen. Hmm. Nou, dan is het van belang om te kijken van, in sommige plaatsen staat, nou, bewoning is toegestaan op de eerste etage. En dan ga je natuurlijk kijken, als je van die winkel ooit een woning wil maken, ja, dan moet daar een bestemmingsplanwijziging voor komen. Dan ga je eens kijken, heeft de gemeente daar een beleid voor? En sommige gemeentes, bijvoorbeeld de gemeente Meppel, om een voorbeeld te noemen, die heeft daar een beleid voor. Als jouw pand in de aanlooproute ligt, ja, dan wordt dat nog wel eens een keer toegestaan. Hm. Hè, dus daar kun je in overleg en dan wordt daar gewillig naar gekeken door zo'n gemeente. Ja. Zijn er dan ook regio's die bijvoorbeeld een risico hebben? Want jij zit in verschillende regio's. Wolvenga, ik wist niet dat misschien een hele goede regio was. Maar er zijn ook regio's die ook risico hebben. Zit je daar ook naar te kijken? Daarin... Nee, dat speelt niet zo. Er ook discussies zijn over krimpgebieden enzovoort. Ja, exact. Hoe zit jij daarin? Nee, voor mij maakt dat niet uit. Ook als je met andere beleggers ook wel spreekt. Ik weet dat er soms mensen zeggen, ik ga niet in een krimpgebied zitten. In een krimpgebied kun je goede business hebben. In de beleg, want ook daar is natuurlijk veel vraag. Maar dan kijk je naar andere factoren. Ik kijk naar andere factoren. Ik kijk ook naar de aankoop van het pand natuurlijk. Kijk naar de beschikbaarheid. Het klinkt bijna tegenstrijdig dat de vraag is in een krimpgebied. Ja, ook daar is. Kijk, ik geloof dat er ruim 300.000 woningen over heel Nederland tekort zijn. Hmm. En die zijn dat. Het is niet alleen in goede gebieden waar woningen tekort zijn. Dat is natuurlijk ook in krimpgebieden. Hè, ook daar moeten mensen huren en voor onroerend goed investeerders. Hmm. Maakt denk ik de locatie niet zo heel veel uit. Je moet ook kijken naar het pand zelf. Hm. Hè, is het een goed pand? Is het goed gelegen? Is het een goede kwaliteit? Ja. Kloppen de financiële cijfers ook redelijk? Hm. Een vorm van risicospreiding is ook geografische spreiding over het land. Ja. Hè, je zou kunnen zeggen, in Vlissingen heb ik ook wat panden, 4 panden om precies te zijn. Dat ligt toch wel erg dicht aan de kust. Als de waterspiegel stijgt, lopen de panden dan onder. Ja.
Daar kun je over nadenken. Je kunt dan beter in een Drenthe kopen. Dan kun je beter in een Drenthe kopen. Of als je daarin gelooft. Ja. Maar ik heb ook wel het vertrouwen dat de overheid toch de dijken nog lang zal blijven verhogen. En denken van nou, we gaan dat niet laten gebeuren. Nou, er zijn vastgoedeigenaren die deze strategie hebben. Die alles hoog op kopen. Ja. Omdat er over 50 jaar misschien wel een heel ander Nederland staat. Ja, kijk je zo ver vooruit? Nee, ik kijk geen 50 jaar vooruit. Dat doe ik niet, hè. Dan kun je beter in woonboten investeren. Dus die drijven. Die blijven altijd opwaartse kracht. Precies. Ja, precies. In Amsterdam. Ja. Je kunt prima wonen op een woonboot, overigens. Wat is je gekste vastgoedpand wat je hebt gekocht? Of wat een mooi verhaal aan zit? Gekste pand? Ja, een bijzonder verhaal. Waar de krantenknipsels nog van 1730 nog van naar voren kwamen. Ik weet het niet. Nou, ja, dat zou ik eigenlijk niet zo heel goed weten. Ik heb ooit onroerend goed gehad in Turkije. Oh, oké. Okay. Jij was op vakantie in Turkije en jij zag iets staan. Nee, het is allemaal anders gelopen. Daar moeten we maar niet te veel over doorpraten nu op dit moment. Maar goed, op enig moment... Ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig. Nou, op enig moment... Ik denk aan risico's. Ja, dus dat was ook een risico wat op een andere manier... Dat was een... ja, goed, ik kan er heel kort wel iets over zeggen. We hadden geïnvesteerd in een obligatie... lening met daaronder hypothecaire zekerheid. En ja, goed, op een gegeven moment moest daar een call gemaakt worden. En toen inderdaad kon de obligatie geconverteerd worden in onroerend goed. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Mm. Het lag in Turkije, maar goed, ja, goed, de situatie veranderde. En toen is dat dus ook daadwerkelijk gebeurd. En dan heb je ineens een object in Turkije. En heb je een woonhuis? Of een, ja, dat is een woonhuis. Mm-hmm. En toen, dat is toch een erg prettig gebied. Hè? Aan de Egeïsche Zee, prachtig klimaat. Heb je er zelf in gewoond? Of heb je nou, ik heb er niet in gewoond, maar ik heb er wel inderdaad in gewoond. Maar het bijkomstige positieve element van locatie, het lag vlakbij Izmir. Hè? Dus het Rotterdam van Turkije. Mm. Hè? Met veel industrie, veel expats. En de tijd dat ik dat huis in bezit heb gehad... hebben daar inderdaad expats in gewoond. En die hebben er mij een mooie huur betaald. Ja, ja. Dat was een goede deal. En dus dat was een goede deal. Een great deal. Een great deal. Waren het niet dat meneer Erdogan en de Turkse lira niet mijn vrienden waren? Oh. Dus jou, als je jouw bezit in euro's rekent, dan is het mooi. Maar als de Turkse lira naar beneden dukkelt en gestadig blijft dukkelen, dan is nog steeds het huis even mooi, de locatie even mooi. Maar jouw tegenwaarde in euro's, die zakte. Mm. En wij zagen nou dat is structureel. Dus op een moment hebben we daar ook wel afscheid van genomen. Yeah. Dus als je praat over risicobeheer. Kijk ook eens als je het in het buitenland is. Van hoe is de wisselkoersverhouding? Is die wat stabiel over de jaren? Ja. En als je zelf een euro in euroland rekent. Ja, dan moet je ook daar wel even naar kijken. Maar je hebt meer buitenlands vastgoed? Ik heb wat gehad ook in New Jersey, in Amerika, inderdaad. Kijk, niet normaal, dat joh. Is ook wel heel aardig. Je hebt met lokale regels te maken, Amerikaanse staten onderling verschillen. Je was met de camper onderweg en je kwam door New Jersey. Laat ik eens een huisje in New Jersey kopen. Ja, ik heb ook nog gewerkt, ook nog een tijdje in Amerika, in New York. Hoe ouder je bent, hoe meer je gedaan hebt. Natuurlijk. Ja. Dat is een vingerwijzing naar Frank. Jij hebt ook grijs haar, zie ik. Dus, ja. Had je het nou tegen mij of had je het tegen Frank? Jullie alle twee. Dus, nee, maar ik heb ook al 1,5 jaar in Amerika gezeten. Maar dan denk ik niet van, nou, dan ga ik er ook maar vastgoed kopen. Nou, ik heb een beetje een tik. Als ik met vakantie ben in Frankrijk, dan loop ik altijd bij de lokale makelaars langs. En dan kijk ik altijd van, wat is het prijsniveau hier ter plekke? Dat doe ik ook. Hè? Eens. En dat vind ik altijd leuk. Maar dan kopen is iets anders. Dat is wel even next level, toch? Kijk, ik kan soms ook kopen worden. En een enkele keer gebeurt dat wel eens. Maar je stapt wel naar binnen bij die makelaar? Altijd. Je staat niet voor het raam alleen? Ook wel, maar als ik denk, het is leuk, dan ga ik even praten. Echt waar? En zie je dan de doortekens? Of zie je dan kansen? Nee, ik probeer tussen te kijken naar kansen, inderdaad. Ja? Maar goed, ook bijvoorbeeld... in Frankrijk is het ook altijd wel leuk om daar naartoe te gaan. Maar ja, goed, onroerend goed in Frankrijk, dan moet je wel ook wel redelijk wat ervan af weten. Dan moet je ook bonjour weten en Dupin, de Boussin. Ja, maar meer dan dat, hè, want als jij met Franse huurders te maken hebt, dan moet je ook de Franse regels kennen. Je wilt ook bij de Fransen, als het even misgaat natuurlijk, ook zorgen dat het goed geregeld is. Goed, in dat opzicht is het... toch een stapje verder. Maar Amerika is natuurlijk een taal die wij makkelijk spreken, het Engels. Hoeveel talen spreek jij? Alle talen behalve betalen. Nee, dat is een grapje. Nee, Engels is natuurlijk goed. En als je eigenlijk in het buitenland werkt, dan voor een internationaal bedrijf werkt, alles gaat in het Engels. Ja. Ik werk voor een Duits bedrijf, dus Duits gaat dan wel redelijk. Ja, Frans is dan echt duidelijk de vierde taal. Ja, maar
Stijn, nou heb je vastgoed portefeuille opgebouwd in Nederland, door heel Nederland. Je bent ook vastgoedcoach bij Great Property Experience. Ja. Heel leuk. Ja. Vertel, wat is daar zo leuk aan? Nou, het is helaas leuk om met de passie die je hebt, voor onroerend goed om dat te delen met andere mensen die nog hun eerste stappen aan het zetten zijn. Ja. En dan merk ik, je kan wel veel dingen delen met ze waar ze iets aan hebben. Dingen die je zelf in de loop der jaren hebt moeten ontdekken. Ja. En wat mij ook opvalt, er zijn wel veel leuke mensen die daar zitten. En het zijn allemaal mensen die willen wat. Okay. Mensen die misschien meer dan gemiddeld een initiatief hebben, een droom hebben. Vooruit willen komen in het leven. Een droom hebben om financieel vrij te worden of vrijer te worden. Of wat dan ook. Hè? En iets te doen voor de kinderen. Als ze die dan hebben. Is dat wat je de mensen geeft? Vrijheid? Wat geef je die mensen die je coacht? Uiteindelijk wel. Je helpt hun heel erg mee om de eerste stappen te nemen. Mm-hmm. Je bent een sparringpartner, je bent een coach. Kan ook veel kennis overdragen, ook dingen die mis kunnen gaan. Hè? Als je nog niet zo heel veel in dit, er vanaf weet, dan zijn er ook veel dingen die fout kunnen gaan. Hè? Waar als je daar niet op bedacht of verdacht bent, nee. Dan kun je mensen ook wel redelijk behoeden daarvoor. Ja. Er zijn enorme risico's anders. En je kunt een behoorlijk risico lopen. Een pand gaat vaak om veel geld. Ook veel vreemd geld in een aantal gevallen. Hè, waarbij je ook een terugbetalingsverplichting hebt. Hè, en dat je geen kat in de zak wil kopen. Terugbetalingsregeling voor de financier bedoel je? Voor de financier. Hè, dus op een moment moet je, als je geld leent, moet dat ook wel weer terug. En je kunt dan weer herfinancieren natuurlijk. Maar je moet uitgaan van een bepaald scenario. Dat de onderliggende waarde, het pand, toch meer blijft zijn dan de verplichtingen die je bent aangegaan. Over verwachtingsmanagement. Wat denk je, hoeveel tijd hebben mensen nodig om financieel vrij te zijn met vastgoed? De vraag komt even zomaar bij me op. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, we zien daar voorbeelden ook bij Great Property Experience, dat mensen dat in een jaar tijd al kunnen realiseren. Maar wat is volgens jou realistisch voor een gemiddelde Nederlander? Wij willen 5000 Nederlanders financieel vrij maken. Nou, dat lijkt mij heel goed mogelijk. Hè? Alleen, goed, het hangt ook een beetje van de persoon zelf af. Hoe snel men wil gaan. Hoe zeker is men bij de aankoop van het eerste pand of onzeker. Hè? Dus het eerste pand is vaak het moeilijkste. Ja. Hè? Je doorloopt dat alles voor de eerste keer en dat is wel een beetje eng. Ja. Hè? Maar goed, als dat allemaal goed gegaan is en er zijn huurders en er komt een cashflow en het gaat goed. Hmm. Ja, dan riekt dat vaak naar wel wat meer. Hè? En als je dan een tweede keer doet, een derde keer, dan kan het sneller gaan. Ja. Ja. Hè? En dan heb je ook meer vertrouwen. Dan weet je ook hoe het spel doorgaans gespeeld wordt. Hoewel elk pand natuurlijk een andere situatie is. Ja. Maar er zijn heel veel zaken die toch eigenlijk gewoon gelijksoortig verlopen. Hmm. Ja? En dan geeft dat ook zelfvertrouwen als je het merkt. Er zijn mensen die daar natuurlijk wat korter en langer over doen. Wat hebben mensen nou nodig, wat ze zelf moeten doen, om in, laten we zeggen, 2 tot 3 jaar financieel vrij te worden met vastgoed? Het begint met een ambitie. Ja. Met een ambitie om het te gaan doen. En een ambitie om ergens terecht te komen, dat je in zo'n situatie komt. Wat is ambitie? Ambitie is dat je het echt wil. Hè? En dat je mensen om je heen verzamelt die jou helpen daarmee. Ja. Hè? En mensen zoals bij Great Property Experience Co. hebben vaak die slag al gemaakt. Hè? Die hebben die eerste slag al gemaakt. Ja. Die worden black badge. Die raken enthousiast ook over dit soort verhalen natuurlijk. En denken, dat kan ik waarschijnlijk ook wel. Hè? Laat ik gaan kijken naar mensen die dit al meer gedaan hebben. En die mij kunnen helpen. En als het dan in aanvang eens een keer tegen zit, want het zit namelijk altijd in het begin wel eens tegen. Tuurlijk. Ja, wat geef je mensen dan mee, als coach zijnde, dat ze toch verder moeten gaan, dat ze niet moeten stoppen? Ja, er is altijd iets wat mis kan gaan en soms gaan ook wel eens dingen mis. En dan moet je gewoon vertrouwen hebben dat altijd goed komt. Hè? Dus je moet je niet door het eerste tegenwindje weer terug naar de haven gaan. Hè? Want dan kom je natuurlijk nooit, dan kom je nooit weg. Nee. Hè? En hoe help je ze daarbij als coach? Nou, veel erover te praten, te sparren. Hè? Als er iets misgaat, is een unieke leergelegenheid. Hè? De mensen die daarvan leren, die kunnen grotere stappen maken. Dat is mooi gezegd. En mensen als die dat misgaat, is het een leren opportunity. Ja, dat is natuurlijk zo. Je kunt snel leren. En dan gaat er wel eens een keer af en toe wat mis natuurlijk. Ja. Maar dat zeg je. Maar dat is natuurlijk ook een stuk mindset. Want dat is wel mindset, precies.
Oké. En daarom zeg ik ook, mijn ervaring is ook de mensen die ik ontmoet heb, ook in de hele context van Great Property Experience, de meeste mensen die willen ook wel wat, die hebben al een bepaalde mindset. Ik wil vooruitkomen in dat leven, ik wil gaan naar een situatie van financiële vrijheid, onafhankelijkheid. Mm. He, en dat kan ook met het onroerend goed. Er zijn heel veel mensen die hebben dat al gedaan. Hmm. Het is dus mogelijk. Ja. Alleen, ja, goed. Als je ook die weg op wil gaan, dat kan even duren voordat je denkt van nou, ja. Jongens, nu is het mijn tijd gekomen. Laat ik het maar gaan doen. Ja. Maar is die tijd voor jou is in 1996 al gekomen om dat te starten? Ik heb het rustig aangedaan. Oh, ja, nee, maar helemaal mooi. Maar waar gaat het naartoe voor jou? Nou, ik denk dat ik nog wel een aantal panden zou willen verdubbelen. Ja, het komende jaar. Dat kan ook. Mm. Het komende jaar? Ja, in de komende 12 maanden. Van hoeveel panden naar hoeveel? 11? Nou ja, ik wil wel op 20, 22 panden. Dit jaar er nog 11 bij? Nou, niet dit kalenderjaar, maar tussen nu en 12 maanden. Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, dus ik kan... Maar zijn die er dan? Want het, ja. Heel veel mensen vragen zich af van, weet je... Natuurlijk zijn die er. Er zijn altijd deals. In goede en slechte tijden zijn altijd deals. Alleen je moet een bepaald vertrouwen hebben. Weet je hoeveel mensen altijd zeggen van... Ah, maar er zijn geen deals, het is een moeilijke tijd... en nu op dit moment om panden te kopen. Ja, maar dat is ook een van de zaken die we met de coachies ook vaak bespreken. Je moet anders kijken. Anders kijken? Je moet anders kijken. Vertel ons, wat is anders kijken? Anders kijken is dat je kijkt van... Nou, jongens, de traditionele woningen... laten we zeggen, tot 2,5 ton... daar is een enorme, laten we zeggen... slag omgaande, die zijn er te weinig voor de vraag die er is. Ja. He, dus daar zie je in dat veld dat er forse prijzen betaald worden. Mm. Dus? Nou, dat wil de investeerder natuurlijk liever niet. Dus je gaat kijken naar andere Vertel, type objecten. Vertel, waar ga je naar kijken? Ga eens kijken. We hadden het net over woonwinkelpanden. Ja. Daar staan de mensen nog niet zo heel erg voor in de rij. Inderdaad. En dan moet je denken van, wat kun je daarmee doen? Mm. Kun je het ook bedenken van, nou, een detailist die gaat mij ook huur betalen. Klopt. Je kunt denken van, een pand kun je transformeren. Nou, als een pand vaak wat meer vierkante meters heeft, je kunt ook denken splitsen. Als de woonfunctie kan krijgen, kun je zo'n pand splitsen. Dan komt een oud bedrijfsgebouw vrij, maar het ligt midden in een woonwijk. Ja. Geweldig. De kans dat je daar een woonbestemming op gaat krijgen, die is natuurlijk, die is daar. Ja. En ja, goed, dus ja, goed, we hebben natuurlijk wel eens meer ook van filmpjes gekeken, de situaties waar het gras uit het dak groot groeit. Ja. Ik kwam daar laatst, toen ik was met een coachie aan de rondrijden, we waren ook in Zeeland aan het kijken. We zagen midden in een van die dorpen, zagen we zo'n pand. Ja. Nou, we hebben gezegd, dat is een pieterpand. Echt waar? We hebben elkaar aangestaan gestoten. Die heb ik nog niet eerder gehoord, een pieterpand. Pieterpand. Ja, het zal ook misschien wel Frank geschikt zijn. Maar we zijn uitgestapt, we zijn inderdaad daar wat gaan prospecten in sales... terminologie, we hebben wat lokale aannemer aangesproken. Van wie is dat pand? Wat gebeurt daarmee? En die had daar een verhaal bij. Ja. Ja. Dus we gaan daar eens verder op kijken. En ja, goed, we gaan dat mensen in praktijk brengen, zoals dat... Wat voor verhaal, want je zegt het mooi, hè? Daar komt dan een verhaal bij dat pand. Ja. Wat voor verhalen zoek jij bij de panden? Ja, nou ja, goed, kijk, je probeert natuurlijk als investeerder natuurlijk altijd een pand courant aan te kopen. Ja. He, en dan kijk je naar het verhaal. En dan kijk je natuurlijk ook naar, wat is het verhaal? Courant is die taal die je niet spreekt, toch? Courant is een, dan geef je een eigen invulling aan, Frank. En dat gewoon goed inkopen, dat bedoel je toch? Je wil dat gewoon goed inkopen. Juist. Bonjour. Maar eigenlijk gaat elk pand is een eigen business case. He, dus je wil kijken van, als er veel aan moet gebeuren, dan moet de aankoopprijs natuurlijk ook lager liggen. Ja. En wat is de motivatie van een verkoper? Mm. Misschien hebben ze er nog niet aan gedacht om te verkopen. Of misschien, er kan van alles aan de hand zijn. Misschien zit het in een erfenis. Of ja, goed, er kunnen 1000 redenen zijn waarom een pand leeg staat. Ja. En al een tijdje leeg staat. En dan kun je naar kijken. Het is natuurlijk op macro-economisch gebied. Aan de ene kant heb je een enorme vraag naar woningen. En aan de andere kant staan er ook panden leeg, langere tijd leeg. Dus ook in economische zin... help je de economie door leegstaande panden weer terug te brengen naar de verhuurmarkt. Ja, mooi. Ja, hè, dus dat is ook goed. Daar kan een nuttig verhaal ook achter zitten, een groter verband. Ik ben wel benieuwd, want je hebt vast wel hele bijzondere verhalen wat met de panden gebeurd is die jij goed betaald hebt gekocht. Ja, 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 ja. Elk pand heeft zijn eigen verhaal, zeg maar. Hè. Dus... Heeft er een keer een maffiabaas in gezeten? Nou ja, of goed, ik heb een keer een pand gekocht, inderdaad. Dat was in Schiedam. Daar komen ze, komt-ie. Waar, elk pand heeft een verhaal. Tuurlijk. Je triggert mij een beetje, inderdaad. En daar bleek dus achteraf, dat pand was gesloten op last van de gemeente. Want daar had een drugsplantage in gezeten.
Okay. Er waren blijkbaar jonge voetballers uit een ander land die daar een tijdje gewoond hadden. En die hadden niet aan de Nederlandse, ze kwamen uit het buitenland overigens, verleiding kunnen weerstaan om daar wat bij te gaan verdienen. Jo. En dan wordt dat op een gegeven moment natuurlijk ontdekt. Het moet allemaal hersteld worden. De meterkast is opengebroken. Dus in dat pand heb ik ook een compleet nieuwe elektrische installatie aangelegd. De nieuwe meterkast. En toen ik het kocht, wist ik dus niet dat daar een drugspand ooit geweest was. Er valt hier iets om. Ja, dat was dat pand van jou, denk ik. Ja, nou goed. Dan later komen dan de verhalen van de buurman enzovoort. Oké. Maar goed, het pand is er niet minder om. En als ik het van tevoren geweten had, had ik misschien nog meer korting gevraagd. Als je het verhaal van tevoren weet, dat je dan misschien een betere deal kunt maken. Hoeveel moet je weten van een pand en van het verhaal erachter? Nou, je kunt eigenlijk nooit genoeg weten, denk ik. Mm-hmm. Alleen de vraag is dan, wat is relevant om te weten? Als je met een verkoper of met de makelaar van de verkoper in onderhandeling treedt, om een goed verhaal te hebben, om te zeggen van, nou ja, goed. Ik denk dat de waarde vaak wat lager is dan dat je hem zelf inschat. Mm. Maar ja, bottom line probeer je natuurlijk altijd tot een deal te komen die door beide partijen natuurlijk ondertekend moet worden. Ja. Hè? En verre jouw argumentatie bijdraagt in de perceptie van de verkoper dat de waarde wat minder is dan dat hij zelf in gedachten heeft. Dat is natuurlijk een leuk spel. Is dat een leuk spel? Heel leuk spel. Hoe doe je dat spel? Oh, er is geen. Je begint helemaal te glimmen, man. Ja, ik vind dat altijd heel leuk. Hè? Want het begint inderdaad. Kijk, zoals jullie ook zeggen, je moet veel weten van een pand. Als je veel weet van een verkoper, dan helpt dat heel erg in het onderhandelingsproces. Ja, dus ik probeer altijd toch een beetje voorbij de makelaar te kijken, de tussenpersoon. Ik wil eigenlijk liever rechtstreeks spreken met de eigenaar. Ja. Ik kwam een keer bij een pand, ik was eigenlijk een uur te vroeg, dus ik heb rondgelopen en ik trof de eigenaar daar nog. Ja. Dat was een bijzonder aardige, vriendelijke man. Ja. En hij had een mooi verhaal, ik stelde wat open vragen en ik had eigenlijk mijn onderhandelingsstrategie naar de makelaar al klaar. Nadat ik met deze man informeel gesproken had. Omdat je veel gehoord had van hem? Ik had heel geluisterd. Veel van hem gehoord, ik had goed geluisterd, ik had hem open vragen gesteld. En ja, daar... Wat bedoel je daarmee, met open vragen stellen? Nou, een open vraag stellen is erop een lang antwoord komt, dat iemand een verhaal moet gaan vertellen. Hmm. Een gesloten vraag heeft de antwoord ja of nee. En een open vraag is van, hoe gaat het met u? Waarom overweegt u te willen gaan verkopen? En hoe is uw situatie allemaal? En want staat al een tijdje te koop. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, precies. Dus dat zijn van die situaties dat jij eigenlijk misschien maar 10% aan het woord bent en de vragen stelt. Ja. En je laat vooral de eigenaar zelf praten en niet met een filter van een makelaar of een tussenpersoon bij voorkeur. Nee. Ja, je hebt ook hele goede makelaars natuurlijk, maar die zijn natuurlijk meer getraind in dat proces. Ja. Dus die zullen alleen proberen voor hen relevante informatie te verschaffen. Mm-hmm. Een toptip, Stijn. Ja, heel goed. Over tips gesproken. We ronden onze Live Stories podcast af. Maar volgens mij heb jij nog een aantal tips voor renovatie. We hebben hier een paar foto's. Ja. Van woningen. Heb jij een aantal tips voor renovatie? Want daar ben je goed in, hè? Nou, ik doe het graag in ieder geval. Je doet het graag. Ik doe het graag. En dus ben je er goed in. En goed, ik vind het ook leuk om te doen. Hè? En met een renovatie maak je iets beter. Hè? En vaak is het ook nodig om een pand goed te kunnen verhuren. Maar voor mij is na een renovatie, heeft het pand bijvoorbeeld een hoger energielabel. Is beter geïsoleerd. Ziet er esthetisch ook beter uit. Ja, dit is isolatie, zien we hier op de foto. En, hier zie je een voorbeeld inderdaad van een pand wat aan de buitenkant het dak al van buiten geïsoleerd was. Maar we hebben echte extra dakisolatie aangebracht. Vanuit de binnenkant? Vanuit de binnenkant ook. Het kost een centimeter of 5 van je ruimte, maar... Ja, misschien iets meer, maar kijk, die balk zit er dan toch al. Het maakt een mooi raamwerk, zet daar gewoon goede steenwolplaten met extra folies tussen, gipsplaten, brandvertragend. Mm-hmm. Wat ook nog weer de brandveiligheid te goede komt. Ja. Vloerverwarming. We zien de vloerverwarming. Vloerverwarming is heel interessant. Het is een lage temperatuurverwarmingssysteem. Met de radiator ga jij de water verwarmen tot 70, 75, 180 graden. Maar vloerverwarming is 30, 32 graden. Ja. Ja. Dus je hebt veel minder thermische energie nodig en fossiele brandstoffen om het toch comfortabel in huis te krijgen. Plus, je maakt een heel groot vlak wat de warmte egaal afgeeft. Dat is comfortabel, niet alleen in de winter. Bij een radiator maak je gebruik van convectie. Warme lucht gaat door de ruimte circuleren, je kunt wat tocht voelen. Ja. Bij vloerverwarming is dat niet zo. Mm. Dus het is een egaal vlak. En als je onder goede isolatie aanbrengt,
Nou, is heel erg duurzaam. Ja. En, doe je dat zelf in eigen beheer? Heb je mensen om je heen die dat doen? Heb je een heel power team? Een soort van bouwteam wat ik ad hoc bij elkaar kan brengen. Ja? Ja. Ja. Of sla je deze muren hier, deze foto waar alle muren eruit liggen, sla je die er zelf uit? Nee, dat heb ik hier niet zelf gedaan. Ik heb wel gezegd wat er moest gebeuren. Trouwens, de verhuisdozen staan daar nog deels in, zie ik nu. Ja, goed, in dit pand zitten lichtkoepels in. Die hebben we ook allemaal eruit gehaald. Dat is een oude cv-ketel die eigenlijk nog heel goed was. Dus die hebben we omgehangen met een nieuwe indeling. Dit pand was een pijpenlade. Het was een voormalige bakkerswinkel, overigens. Frank Bakker, okay. Bakkerswinkel. Ja. Er stond ook in de aankoopakte, er mocht nooit meer een bakker komen op straffen van een dwangsom van 10.000 gulden. Je mocht nooit meer een bakker wonen. Mocht nooit meer een bakker wonen. Een servituut, hè. Erfdienstbaarheid. Nee. Dus Frank mocht dan niet meer wonen. Nee. Dus nou ja, goed. In ieder geval, nieuwe indeling. Heel energiezuinig gemaakt. Ook aan de eisen van de tijd qua esthetiek. En hier heb je een woonhuis van gemaakt. Ja, dit is helemaal een woonhuis geworden. Met 5 slaapkamers zelfs. Zo. Erg nagedacht over de indeling. Ook een pijpenlade. Dus ook een architect heeft heel snel gekeken wat een prettige indeling is. Mm. Maar ook daglicht toetreding. In een van de foto's kun je ook zien dat er nieuwe kozijnen ingezet zijn aan de achterkant. Veel groter dan de bestaande. Een vlinder kozijn. Ja. Meer daglicht erin. En, als iemand nou start en die heeft dan niks, die heeft hij nog nooit mee te maken gehad, kan die dan zo'n bouw begeleiden? Ja, het hangt er ook een beetje af van jezelf. Heb je een visie? Heb je het al een paar keer gedaan? Dat helpt. Dus ja of nee? De ene is ja, de andere nee. En als je nou dat niet kunt, zijn er dan bouwbegeleiders? Er zijn bouwbegeleiders. Die kun je uitbesteden. Ja? En mensen die daar wel veel verstand van hebben. Hmm. En dan die zijn voor een bepaald bedrag bereid om dat voor jou te doen. Een aannemer of ZZP'ers te managen. Materialen goed in te kopen. Ja. Snap ik, maar je weet ook niet wat je niet weet. Nee, dus wat je tegenkomt kan verrassend zijn als je pand gaat slopen en ontmantelen. He, je kunt asbest tegenkomen bijvoorbeeld. En dan? Wat doe je dan? Inpakken en wegbrengen. Ja. Gewoon naar de vuilstad, gratis. Ja, alleen je moet wel even weten wat de regels zijn. Dus daar zijn regels voor. Ja, dubbel plastic eromheen. Dubbel plastic eromheen, niet meer dan 1 of 2 vierkante meter. Ja. Apart aanleveren, goed tapen. Als je het aanpakt, ook zelf heel voorzichtig zijn. Mondkapjes op, enzovoort. Zeker niet verbrijzelen. Geen stof komt, enzovoort. Maar is het dan eigenlijk zo dat je die informatie kunt inwinnen? Dus dat het eigenlijk puur afhangt van je eigen inzet om dit te leren? Dat is heel makkelijk. Dan kijk je wat in die gemeente de Milieustraat is. En dan staan er eigenlijk altijd instructies hoe om te gaan met asbest. Hmm. Als je dat tegenkomt. Maar soms is het ook te veel. Ja, dan kan het wel eens pure pech zijn als je dat niet van tevoren goed bekeken hebt. Ja, dus van tevoren een bouwtechnische keuring laten doen en dit onderzoeken. Dat is weer een risicomijdende tip. Ja, in ieder geval, je maakt het risico minder. Je kunt het nooit vermijden. Wat weggetimmerd is, mag bij een bouwkundige keuring natuurlijk ook niet weggehaald worden. Zeker als je het pand nog niet gekocht hebt onder onbindende voorwaarden. Ja. Er is dus altijd een bepaald restresidu-risico. Hmm. Ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dan is dat een risico wat je redelijk kon ondervangen, heb je van tevoren ondervangen. Maar zonder risico kun je niet leven. Dit was een mooi gesprek over risico's in het bouwen, het kopen van woningen. Risico's in het leven, die heb je eigenlijk met financiële vrijheid ook een heel stuk Dat helpt je verkleind, hè? Natuurlijk. Financiële risico's, die kun je dan wel redelijk, zeggen. Voel je dat? Daar ben je minder voor. Dat voel ik zeker. Ja, dat je minder risico's hebt qua financiën in je leven? Ja, natuurlijk. Je hebt veel meer mogelijkheden. Hè? Ja. Dat is ook als een renovatie. Je hebt veel meer mogelijkheden als? Als je financieel vrij bent. Als je financieel vrij bent, heb je veel meer mogelijkheden. Hè? Dus ook, om te leven. Hè? Ik heb een heerlijke baan, hè? Dus ik doe dat graag. Ja, maar als er een moment zou komen dat het slecht zou gaan in de onderneming of ze zouden willen reduceren en je wordt redundant en zo'n situatie ontstaan. Hmm. Nou ja, dan hoef ik me daar financieel eigenlijk niet te zorgen, daar zorgen over te maken. Nee, maar je bent financieel vrij, maar je werkt toch nog wel. Ja, je ligt niet op het strand in een hangmatje. Nee, want ik ben iemand die dat gewoon leuk vindt om te doen. Ja. Dus ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind en het wordt ietsje makkelijker als je financieel vrij bent. Ja, mooi. Ja, en dan heb je nog steeds dat gevoel. En dan wordt het zelfs, mijn baan wordt ook leuker, want ik hoef nooit angst te hebben als er iets gebeurt met dat bedrijf. Dus ik kan mijn baan doen in vrijheid en onafhankelijkheid. En dat is. En heb je pensioen ook al klaar? Ja, dat ligt al klaar. En hoe is het met de kinderen? Heb je dat ook dan weer doorgezet naar je kinderen, dat die straks ook geen pensioen hoeven te hebben? Ik probeer ze op de eerste plaats in deze fase dat mee te geven. Ik heb 4 kinderen. Inmiddels hebben de eerste 2 al ook panden.
Ook nog kinderen. Zelf. Die heeft ook kinderen. Nou, okay. Maar die hebben, de eentje heeft al 2 beleggingspanden en de oudste heeft er 1. En ja. Ze is op zoek naar het tweede. Hè, dus je probeert ook door een goed voorbeeld te geven. Wat zijn die kinderen? Mijn oudste is 30 en de tweede is 28. Hè, ja. Dus het kan ook al een beetje. Hè, je kunt er al mee bezig zijn. Ja, ja. Mooi. Ja, en ja, goed. Dus dat is iets wat je op de eerste plaats als ouder meegeeft ook aan kinderen. Van hoe ga je om met geld? Ja. Hè, en wat kan onroerend goed voor je betekenen in dat kader? Heb je nog een droom? Want, een droom? Je hebt de droombaan, je hebt je droominkomen, je hebt je kinderen, je hebt een fantastische woning. Het is fijn om een leuk leven te hebben. En die om, heb je. Dat gezond heb te je zijn nog, nee, maar te blijven. Heb je nog iets, Stijn, wat je nog niet hebt? Ik zou eens een heel mooi oud pand willen kopen. Oh ja? Dat zou ik ook nog wel eens willen. Echt. Een kasteel? Ik heb ze wel, maar... Ja, kasteel is weer een beetje groot, maar why not, hè? Nee? Je kunt denken aan daar kun je appartementen in maken of andere vormen van exploitatie van onroerend goed. Maar waarom een heel oud pand? Want je zegt, wat ik mooi vind. Ja, wat bouwkundig mooi vindt. Ja. Wat gewoon een pand is dat mooi gemetseld is, wat een mooie gevel heeft, wat een mooi ontwerp nog heeft. Mm. Hè? Een pand wat een eeuwigheidsfactor heeft, zeg maar. Hè? Wat eigenlijk altijd mooi is. Ja. En waar je ook goed voor kan zorgen. En wat je op een gegeven moment, als je het ooit weer verkocht wordt, dat het dan ook dat je iets doorgeeft aan een ander wat ook mooi, nog steeds mooi is en goed onderhouden is. Precies. Mooi zeg, panden met eeuwigheidsfactoren, tjeetje. Ja, ook dat komt voor. Ja. Nou, absoluut. Je moet het maar leuk vinden. Ja, ik zie jou nog wel een keer in een hele mooie oude boerderij, wijngaten bij in Frankrijk zitten. Bonjour, du pain, du boursin, als levensgenieter. Het lijkt me heerlijk. Ja, hè? Het lijkt me heerlijk. Super gaaf dat je hier aan tafel hebt gezeten. Stijn, dankjewel. Ik heb echt heel veel geleerd. Ja. Dank jullie. Dank jullie wel. Wat heb je geleerd? Nou, wat ik geleerd heb is dat een passie voor vastgoed er gewoon afstraalt. Hè, dat het niet alleen is dat het de financiële vrijheid teweeg brengt, wat natuurlijk een risicomijdende constructie is voor jouw leven. Ja. Maar juist ook dat er een passie is om architectuur, wat zeg maar tijdloos is. Want daar zit natuurlijk al een heel groot verschil in. Ja. Je ziet nu huizen zeg maar in een paar maanden gebouwd worden. Ja. In de nieuwbouw. Ja. Terwijl vroeger natuurlijk daar jaren over gedaan wordt om iets te creëren wat ook wel echt lang blijft. Ja. En door jou met zo'n renovatie ook weer toekomst heeft. Dus dat vind ik super gaaf om te zien. En de rust die jij uitstraalt. Ja, dat is echt fantastisch. Ik ben wel druk, maar ik vind het allemaal leuk. Goed. Ik hoef me niet druk te maken in dat opzicht. Nee, heerlijk. Het is net alsof niemand jou iets kan maken. Ja, zo is het. Ja, zo zit hij er echt. En ik heb het Pieterpand heb ik geleerd. Het Pieterpand. Wat is een specifiek Pieterpand? Dat is met onkruid uit het dak gegooid. Precies. En dat betekent mogelijkheden. Ja, mooi. Zo is het. Super gaaf. We hebben altijd nog het laatste item. Ja. Of eigenlijk het ene laatste item. Eén ding. Is er een ding wat jij leuk vindt? Wat jou inspireert. Het kan een foto zijn, het kan een object zijn, dat kan een... Ik heb wel meegenomen. Je hebt het meegenomen? In mijn tas. Ik heb meegenomen een rolband en een Timmerman spotlood. Nee, dat meen je niet. Ik denk, twee dingen. Ik denk, wie meet, die weet. En die schrijft, die blijft. Nee. Daar had ik aan gedacht. Waar is hij? Ik wil het zien. Ja, ik ga het pakken. Dit hebben we nog niet eerder gehad in de studio. Nee, je moet... Iemand heeft zijn moeder alles meegebracht. Maar hier, daar komt hij. Kijk, ik heb een meetlint. Het is gelukkig lang genoeg voor wat grotere panden. Ja. Het is 5 meter. Nou, daar red ik het nog wel mee. Ik ben hem altijd kwijt. Ja, dus ja, ik heb hem eigenlijk altijd wel bij me. Ja. Ja, dus dat, wat meet je dan? Waarom heb je hem altijd bij je? Waarom meet je? Nou, dan wil ik weten hoe groot is een ruimte. Ja. Hoe groot is het? En is het wat de maat van de deur is, een standaardmaat of niet? En dat soort dingen meer. Hè? Daar kijk ik dan nog even naar. Ik ken ook van die mensen die hebben zo'n digitaal dingetje. Dan hoef je niet meer te... Maar ik ben nog wat ambachtelijk. Dat heeft dat dacht ik al. Met tijd om te leven, leeftijd enzovoort. En ik heb nog een oud Timmerman spotlood. Ik heb mijn Stanley mes niet bij, maar normaal gesproken dan maak ik mijn Stanley mes daar een puntje aan. Ja. En dan schrijf ik gewoon op origineel, ordinair papier schrijf ik dan de maten op. En, ja. En de achterkant sigarenkistjes, berekeningen van bars en zo, dat doen we ook. Dat doe je echt wel? Ja, dat doe je achterkant van een stuk hout of zo, of een plank? Een stuk hout ook wel af en toe, ja, dat klopt wel. Als ik ergens ben, ik heb geen papier, dan schrijf ik even op een stukje afvalhout. Dat, dat werkt prima. En dan, want je rookt geen sigaren? Nee, ik rook niet. Nee, maar dan niet. Heb je ook geen kistje. Dat is het. Nee, daarom. Ik denk bij jou een wijnkist of zo. Een Bourgondisch leven. Ja, ik heb nog wel een paar wijnkisten liggen. Dat klopt inderdaad. Ja. Goed gezien. Ja, precies. Dat dacht ik. Ja. En wat we ook nog hebben, is dat jij het laatste woord mag hebben als gast.
Want de kijker hier in deze camera, die zit echt nou, natuurlijk helemaal te glimlachen wie jij bent. Maar misschien heb je een tip of een inspirerende spreuk of een quote of iets wat je wilt. Aan jou het woord. Ja, dus ik denk altijd van je moet nooit opgeven. Als je een visie hebt, dan moet je niet zo gauw uit het veld laten slaan en gewoon proberen dat waar te gaan maken. Hmm. En het is eigenlijk best heel leuk in het onroerend goed. Er kan heel veel. De manier waarop je kijkt naar de wereld en ook naar onroerend goed en naar panden en mensen die er allemaal inactief zijn, dat maakt een verschil. En ik ben heel veel leuke mensen tegengekomen in het onroerend goed. En ja, dat is ook inspirerend en leuk om te doen. Hmm. Dus ja, dat zou mijn tip zijn. Het is een leuke wereld om in te verkeren. En ja, wees open. En probeer ook de wereld soms door een andere bril te zien. Geef nooit op. Never give up. Never give up. Never Mooi. Give up. Dat hebben we weer geleerd. Frank, we never give up, hè? Never give up. Wat er ook gebeurt. Dit is weer een uitzending van Great Property Experience. The Great Life Stories podcast. Mijn naam is Frank Bakker. Pieter Onsma. Tot snel. Hoi, hartstikke leuk dat je keek naar de video van Great Property Experience. Wil je nou alles weten van financiële vrijheid door middel van investeren in vastgoed? Abonneer dan hier. Druk op de bel. Tot snel.